Aan niggas die tegen mij in comments zeggen van, je bent gek dat je dit hebt gedaan, weet ik gewoon van, ja, jij bent gewoon niet real, bro. Oh. Je zou nooit je hart volgen. Je zou bij de Venga Boys gaan voor fucking een paar milli. Oh, Busy, hij maakt commerciële troep. En hij doet het alleen maar voor die monies. Bro, ik heb nee gezegd tegen sowieso miljonair zijn. Rando Leaks podcast. Real talk. Je deelt wel en je investeert veel. Maar ja, je moet je voorstellen dat je voor een show echt gewoon ossels krijgt. Gewoon een kleine flat kan je gewoon kopen met één show, broer. Kijk, en dat wordt dan weer verdeeld. Ja. Maar zulke bedragen fees gaan erom. En dan heb je Amerikaanse belasting, Nederlandse belasting. Ja. Dus it's a bitch still. Ja. Maar je weet toch, het zijn gekke makkelijke sterkingen. Ja. Je kan niet zoveel uitgeven als je niet de hele dag thuis zit als dat je verdient. Kan niet. Ja. Onmogelijk. Ja. En dus mijn vader die ziet alleen maar van, je bij twee jaar nog op je tanden. Maar ik kan je vertellen, man, die 2 jaar... Ik heb gewoon echt, weet je, niks kunnen zeggen van, oh, Busy, hij maakt commerciële troep. En hij doet het alleen maar voor die monies. Nigga, ik durf te zeggen dat ik echt met misschien in heel Nederland, zullen er misschien niet eens 5 met mij erbij zijn die deze keuze hadden durven maken, man. Bro, ik heb nee gezegd tegen sowieso miljonair zijn. Ik kies ervoor en ik heb mijn lot in eigen handen. Dus het gaat me sowieso lukken, weet je wel. Maar om gek miljonair te gaan, en ik vind miljonair niet 1 miljoen. Ik vind miljonair dat je 10 miljoen hebt of 20 miljoen, ja, snap je? Ik heb daar gewoon nee tegen gezegd, snap je? Gewoon om te kiezen voor fucking waar ik echt voor stond. Wat mijn hart me vertelde. Ja. Snap je? Dus ik durf gewoon te zeggen, ik durf gewoon, stel jezelf deze vraag. Niks die tegen mij in comments zeggen van, je bent gek dat je dit hebt gedaan, weet ik gewoon van, ja, jij bent gewoon niet real, bro. Ja. Je zou nooit je hart volgen. Je zou bij de Venga Boys gaan voor fucking een paar milli. Ja. Dat is wat je doet, want anders ga je je hart toch volgen. Ja. Rando Leaks podcast. Real talk.